What is up? Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag maandag, oftewel een nieuwe week. Ik heb vanmorgen gewerkt. Was helaas niet heel veel te doen op de werkvloer vandaag, maar goed. Ik heb iets kunnen doen, dus dat is mooi. Ik ben nu zover om de vlog te gaan editen van afgelopen week, excuus, ik ben een kop koffie naar binnen aan het gooien waar je u tegen zegt. Let trouwens niet op mijn huid, het ziet er niet uit. Het ruimt, ik heb overal pukkeltjes en dingen zitten. Maar ik wil een afspraak gaan maken bij schone specialisten. Want ik word hier een beetje helemaal kriegelig van. Het wordt er niet beter op, dus vreselijk. Er is nu hier, wat ik zeg, er is nu hier weer een nieuw vriendje bijgekomen. Afschuwelijk, ik ben helemaal niet leuk. Ja. Dus, vanmorgen gewerkt. Nu wil ik een video gaan editen. Ik moet zeggen, ik zie niet heel veel beeldmateriaal. Oeps. By the way, het is Black Week. Oftewel, Black Friday is komende vrijdag. En nu is het Black Week. Tot nu toe heb ik eigenlijk nog niks besteld. Normaal ga ik wel eventjes een paar dingen bestellen. Maar het enige wat ik heb besteld is dit hoesje in het zwart. Dus met hetzelfde patroon. Alleen het roze is dan zwart. Omdat deze een beetje begint af te bladeren. En ik hem gewoon wel heel erg leuk en fijn vind. Ja, dus ik ga nu even de video editen. Dat is dus wat moet gebeuren. Hihi. By the way heb ik daarnet een kop koffie gehaald bij de Starbucks. Ik ga die trouwens ook even in stopcontact steken. Ik heb dus zo'n lichtnet gekocht. Helemaal blij mee. Ziet er echt ontiegelijk gezellig uit. Maar mijn koffie staat dus hier. By the way, even een bit op de schouder. Nog steeds pijn. Ik kan nog steeds heel weinig. Ik heb donderdag een nieuwe injectie. En een check-up en alles. En tot die tijd, ja, weet ik niet heel veel. Ik ga fysio starten volgende week. Mijn opa en oma zitten bij een fysio waar ik heel vroeger ook heb gezeten. Echt toen ik nog kleiner was. Een stuk kleiner. Dus het is nu het geval dat ik lekker een beetje mijn ding ga doen. En mag een beetje mijn gemak houden. Ik doe wat ik kan. Ik heb trouwens mijn ketting gebroken. Dus daar moet ik wel even een nieuwe ketting voor halen. Mijn lange ketting is dus stuk. Oeps. Dus die ga ik ook wel zo meteen even kijken of ik die kan bestellen. Met hopelijk Black Friday korting of Black Week korting. Maar ik ga even de vlog editen. Want dat is nu wat moet gebeuren. Meisje van honing, van niemand meer bang. Het vuur in mijn ogen, wil zo graag geloven dat het anders kan. Voor meisjes van honing. Het is avond. Let niet op mijn gezicht. Ik heb mijn gezicht gedaan. Is een beetje fout gegaan. Oeps. Ik heb littekens nu. Tenminste, bloedstortingen. Maar het is inmiddels dinsdagavond. Ik ga mijn bed uitklappen nu. Want ik ga slapen. Iedereen slaapt hier al. En morgenochtend word ik wakker gebeld door Tom. Dus, ik wil wel heel graag op tijd gaan slapen. Ik ben omgekleed al wel. Shirtje aan, pyjama broek aan. En ik ga lekker mijn bed opzoeken. Ik ben wel moe eigenlijk. Ik heb pijnstilling ingenomen. Slaaptabletten ingenomen. Allergietabletten ingenomen. Dus als het goed is, moet het vannacht bij mij goed komen. Ik hoop het. Het is 10:30. Normaal lig ik al te slapen. Maar de laatste tijd duurt dat voor mij iets langer voor ik in slaap. Leeg, kom. Ik heb trouwens mijn gezicht gedaan met zo'n vacuüm ding die je zo op je gezicht moet halen. En die trekt dan zo alle mee-eters en dat soort dingen eruit. Kim heeft dat weer eens te lang op haar gezicht gehouden. Dus ik heb allerlei bloeduitstortingen. Maar hopelijk trekt dat gewoon weg. Ik moet morgen
Even, oh. Ik moet morgen even langs Kruidvat om nieuwe make-up te halen. En ook een andere kleur. Want dat klopt allemaal niet meer zo. Ik heb trouwens vandaag niet veel gedaan. Ik heb vanmiddag samen met Tom, dat was wel grappig, Tom die had ik daar neergezet. Die waren bellen. Die had ik daar neergezet. En ik was lekker film aan het kijken. Scary Movie 1 en 2. En een horrorfilm, The Conjuring. Op aanrader van Tom. Vreselijk. Ik kan dus niet tegen horror. En dat is dus horror. Afschuwelijk. Ik heb gegild. Ik heb hem vervloekt. Het was niet leuk. Echt niet leuk. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval, ik heb het wel gekeken. Maar ik ga het mijn ogen dicht doen. En ik, ook morgen, ik zeg, ik word morgen lekker een wake-up service. Tussen 8 en half 9. Perfecte tijd. Dus ik zie jullie morgenochtend. Mooi. Morning. Ik zie er niet uit. Koffietijd. Ik heb al een bakje op. Maar het is nu wel echt tijd voor nog een bakje. Ondertussen heb ik uiteraard Tom aan de telefoon. Mout, niet zo lachen. Zo grappig vind ik het niet. Mams ligt nog te slapen boven. Ik ben wakker. Tom is wakker, die is aan het werk. Mout en Rio zijn weer beneden. Het is grauw weer buiten. Ziet er niet uit eigenlijk. Lekker, lekker, lekker. Toppie, lekker bezig. Zo gaat het de hele dag. Ik doe mijn ding, hij doet zijn ding. En we zijn aan de klets, oh, dit is vreselijk. Maar mijn gezicht is wel minder erg. Het heeft een voordeel gehad. Het heeft een voordeel gehad. Yes. Oh. Koffie, 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 koffie. Koffie, 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 koffie. Ja, goed verhaal. Kom niet hier vandaan. Goed, ik ben inmiddels thuis. Ik ben vanmorgen vroeg naar de huisarts gegaan. En lang verhaal kort, het zit niet lekker in elkaar. Ik kan mijn arm, of tenminste mijn schouder, niet zo omhoog bewegen. Het gevoel alsof het gewoon vast zit op slot. Het doet ontiegelijk veel zeer. Ik kan niks. Ik kan alleen de onderkant van mijn arm bewegen. Dus ik kan mijn camera zo houden. Ik kan hem niet zo houden zoals ik altijd doe. Dus als ik met links film, hou er rekening mee dat ik ongeveer vanaf dit beeld film.
Maar nee, het zit niet lekker in elkaar. Ik heb pijn. Ik ga ondertussen heel even mijn paarse brood klaarmaken terwijl ik jullie aan het vertellen ben. Maar nee, zoals ik dus zeg, het zit niet goed in elkaar. Mijn hele schouder doet zeer. Ik heb een injectie weer gehad. Het is allemaal afgetekend en wel. Maar ik heb echt heel veel pijn. Die injectie überhaupt is al niet prettig. Ik heb het ook koud hoor, by the way. Maar alles wat erop hangt en doet, doet zeer. En dit is nog wel redelijk te doen. Maar injectie dus gehad. Slijmbeursontsteking is nog steeds dik aanwezig waarschijnlijk. En waarschijnlijk ook een frozen shoulder, omdat ik hem dus niet meer kan bewegen. Arts heeft een brief uitgeschreven voor het feit dat ik niet meer mag werken de komende tijd. Ik mag niks meer doen met die arm. Ik mag niks tillen, niks pakken, niks, enzovoort, enzovoort. Want die arts zegt ook, hij zegt, joh, ik heb je gezegd, je mag niet werken. Werk wilde dat ik kwam werken, wat ik uiteraard ook wel gewoon ergens snap. Maar ja, het schiet gewoon niet op. Ik heb gewoon pijn elke keer als ik iets wil doen, als ik op mijn werk ben. Weet je, je zit nou eenmaal zo in elkaar. Ik wil gewoon, als ik daar ben, kan ik niet niks doen. En ja, dat is een goede eigenschap van mezelf. Maar dat is in dit geval een heel slecht iets. Want ik kan dus niet niks doen. Ik kan niet stilzitten. Ik kan mijn handen niet uitsteken als ik op mijn werk ben. Ik vind dat verdomd lastig. En dat is niet erg. Maar in dit geval wel. En dat heb ik werk aangegeven. En natuurlijk snap ik dat ze zegt van joh, hè, kom gewoon naar je werk. Doe wat je kan doen. Doe wat je wil doen. Maar daarmee snij ik mezelf wel weer lekker in mijn vingers. Ik ben trouwens even brood aan het klaarmaken voor mijn pa. Maar ik heb dus tramadol gekregen voor de nacht. Ben ik op zich niet blij mee. Tenminste, aan de ene kant wel. Want dan slaap ik even goed in plaats van dat ik 30 keer wakker ben van de pijn. Maar ja, weet je, op zich slaap ik s'nachts redelijk goed. Maar ik word continu wakker van de pijn en ik kan niet liggen op die schouder. En toch draai ik elke keer op die schouder. Want dit is mijn slaapkant, de linkerkant. Dus ja, lekker liggen doet het niet. Maar goed, dus ik zit de komende weken thuis. Ik heb werk gebeld. Ik heb gezegd van jongens, als jullie echt moeilijk gaan doen. Ik heb een brief van de huisarts. Dus hey, nu is het gewoon klaar. Ik kom gewoon niet. De enige reden waarvoor ik wel kom, en dat ga ik dus wel doen, is voor het feit dat ik mee wil kijken qua medicatie delen. Hoe het daar bij Aafje gaat. Ik ben natuurlijk de medicatiedeelregels van Aafje of van Karijn en dat soort dingen gewend. Omdat ik dat altijd daar heb gedaan. Maar goed, bij Aafje werkt het gewoon anders. Wat logisch is. Dus ja. Dat. Het was het een beetje eigenlijk, jongens. Een notendop. Ja, het is niet anders. Het is echt niet anders. Even kijken hoor, dat is het eerste stuk goed. Dat is tot morgen goed. Oh, dan moet ik het wel even opmaken. Palingworst. Dan doe ik overal een palingworst op. Want dat moet wel even opgemaakt worden. Maar goed, dus in ieder geval, ik zit dus de komende week thuis. Niet dat ik niet, ik wil helemaal niet thuis zitten, want ik word gek van het niks doen. Ik word dan gek van het feit dat ik maar ochtendjes werk. Dus ja, dat. Maar goed, het is even niet anders. Beter kan, ga ik me nu gewoon goed houden aan wat de arts heeft gezegd. Want dat ik dat niet doe. En ik uiteindelijk nog 6 weken thuis zit. Maar goed, weet je, ik heb werk ook gezegd. Jongens, als jullie mij laten werken, dat mag niet. En uiteindelijk ga ik 6 weken langer nog thuis zitten. Ik had dus gelijk. Maar goed, dat is niet erg. Tenminste, is wel erg. Maar goed, weet je, dan hadden ze moeten luisteren. En ja, ik heb ook mee ingestemd van, joh, weet je, laat me dan maar, als jullie ze nodig willen, dan kom, laat me dan maar gewoon dingen doen die ik kan doen. En uiteindelijk doe ik dingen die ik niet kan, maar toch doe. Nou, het is gewoon niet lekker. Punt uit, klaar. Ik kan er niet meer van maken. Dus ja, deze meid zit voorlopig nog heel even thuis. Maar goed, weet je, ik kan me hier ook nuttig maken. Ik ga dus een paar dagen in de week wel naar mijn werk om
me toch een beetje bezig te houden en mezelf toch een beetje door te leren, om het zo te zeggen. Mijn pasenbrood is trouwens klaar. Dus ja, om toch gewoon een beetje door te leren en te doen en te dingen. Ja, lekker duidelijk. Trouwens, nog iets jongens. Dit zal de laatste weekvlog zijn. Want volgende week begint Vlogmas woensdag. Dus maandag en dinsdag ga ik niet vloggen en ga ik me puur voorbereiden op alles wat er de komende maand komen gaat. Ik heb er trouwens wel ontiegelijk veel zin in. Lekker weer dagelijks vloggen maand terug oppakken. Ik heb er echt heel veel zin in. Maar dit wordt dus de laatste weekvlog. Morgen ga ik trouwens, als het kan, weet je, ik zorg gewoon dat het kan. Ik ga morgen een kwaliteit maken. Tom komt zaterdag film kijken hier. En ik zag kwarktaart in de supermarkt. En toen dacht ik, oh, maar dat is eigenlijk gewoon echt lekker. Dus ik zeg tegen Tom, dus kwarktaart. Hij zegt, ja hoor. Dus ik ga kwarktaart maken. Morgen. En misschien ga ik ook een cake bakken morgen. Ik weet het nog niet. Ik heb alles in huis, dus het moet goed komen. Maar ja. Het was eigenlijk een beetje mijn verhaal tot nu toe. Ik heb 6 minuten lang vol zitten kletsen. 7 minuten lang vol zitten kletsen. Maar ja, het is gewoon nu even niet anders. Ik ga gewoon om mezelf denken. Ik ga een keertje niet eigenwijs zijn. Wat ik eigenlijk altijd ben. Maar wat ik gewoon niet moet zijn. Maar goed, het komt allemaal. Het komt allemaal wel goed. Het komt allemaal echt wel een keertje goed. Ik moet alleen een keertje leren luisteren. Maar goed, ik ga lekker eten. Ik ga weer even een schnitzel aan het braden. Die ik zo meteen lekker op een wrap doe. Met wat uitjes. En ja, dan kan ik even lekker eten. Of ik doe het misschien op een broodje. Misschien vind ik dat lekkerder. Dan kan ik dat wel doen. Dus ja. Ik ga het lekker eten. Dat heb ik dus nog niet gedaan. Dus dat wordt wel eens tijd. Het is koffietijd. Ik heb het koud. Ik ben moe. Ik heb pijn. Heb ik nog meer te zeuren? Nee. Ik maak het wel koud. By the way, ik wil je even snel mijn nieuwe Karl Lagerfeld tas laten zien. Ik ben echt verliefd op dit ding. Hij is zwart. Hij heeft aan de voorkant het hartje, de schoppen eruit en de klaver. Super vet. En hierachter staat Karl Lagerfeld. Zo ontzettend blij mee. Die heb ik gekregen. Maar echt, oh wow. By the way, was gewoon in de vette uitverkoop. Maar ik ben er heel blij mee. Maar het is koffietijd. Lekker. Goed, en het is vrijdag. Ik moest heel even twijfelen, maar het is vrijdag. Ik ben inmiddels wakker gebeld vanmorgen door Tom om 7 uur. Want ik moest ook om 7 uur eruit. Want om 8 uur stonden de mensen van Zelfstroom, a.k.a. de zonnepanelen voor de deur. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik heb gisteravond even een klein switch gemaakt. Het kastje en mijn wasmand staan daar. En mijn stoel staat nu hier. Dit staat gewoon net even iets lekkerder. De kerstboom ligt trouwens al hier. Ik ga zo meteen even met Chantal, die gaat mee, ga ik even voor een kerstboomstandaard kijken. Want ik ga mijn kerstboom opzetten. En dus we kunnen de standaard niet vinden. En ik heb dit jaar voor het eerst een grote kerstboom. Dus ik ga lampjes halen en een kerstboomstandaard. En dat doe ik er dan alvast gewoon in de lampjes. En voor de rest ga ik geen ballen of zo erin hangen. Dat ga ik echt pas al. Het echte decoratie gebeuren ga ik echt pas doen. In Vlogmas. Als het begint in december. Dus ja. By the way, ik vier dit jaar geen Sinterklaas. Bewuste keuze voor gedaan. Is nu eerlijk gezegd wel wat gezeik over. Maar heb ik schijt aan. Dus het is echt een kerstvlog. Er is niks gerelateerd op Sinterklaas. Ik ga als het goed is geen Sinterklaas vieren. Dus het is echt Vlogmas. Ja, ik was er met Tom aan het bellen. Die moest even wat gaan doen. En ik wacht op Chantal tot ze klaar is. Tot ze haar zoontje naar de crèche heeft gebracht. En dan trek ik mijn sokken, mijn schoenen en dan pak ik mijn tas. En dan ga ik richting Chantal. Top, ik heb er wel zin in. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga even richting de stad. Ik wil eigenlijk in Spijkenis blijven. Maar er zijn zo weinig winkels dat het gewoon geen zin heeft.
Dus ja. Ik ga zo meteen een tas meenemen. Want die zou ik denk ik wel nodig hebben. Gewoon een shoppingtas, zeg maar. En dan ga ik zo meteen richting Rotterdam. Ik heb heel veel pijn in mijn schouder. Ik heb bijna niet geslapen vannacht. Ook mijn moeder heeft niet geslapen vannacht. Die heeft alleen maar lopen tobben met haar voeten. Die zit nu aan morfine en nog heeft ze pijn. Nou echt, ik kan mij niet vragen hoe, maar hoe doe je dat? Echt. Dus, koffie it is. Ik ga even een vlog kijken van Ashley Nicole. En daarna dan zien we het wel. Oh, en trouwens, over Ashley gesproken. De Ashley die jullie kennen uit mijn vlogs, die spreek ik niet meer. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ze reageert nergens op. Ik weet het niet. Schijnbaar heb ik weer iets verkeerds gedaan. Geen idee. Maar ik word het een beetje zat. Ik word alles een beetje zat. Iedereen die zich maar bemoeit met mij en het allemaal naar hun zin moet gaan. Ik ben er even klaar mee. Nee. Ik trek dat even niet. Dus ik ga zo lekker op pad met Chantal. Gezellig. Kerst is vroeg dit jaar. Ik ben een kerstboom aan het optuigen. Weliswaar ga ik hem nog niet decoreren. Maar hij staat wel. En vraag niet hoe. Iemand heeft net knijterhard zitten lachen. Goedemorgen, even de tv uit. Het is vandaag zaterdag en de kerstboom staat. Ik mis alleen nog wat slingers hieronder, dus dat moet ik eventjes gaan halen zo meteen. Er hangen al twee ornaments in. De letter K die heb ik van mijn tante gehad 2 jaar geleden. En Milo hangt in de boom. Dus mijn pa is overgemaakt, super chill. Maar het wordt een leuke dag vandaag, namelijk Tom komt vandaag langs. Die komt lekker film kijken vanmiddag. Om 1 uurtje of 1 is die hier. Ik ga een kwarktaartje maken. Dat ga ik zo doen. Ik ben voor de rest nog niet helemaal klaar. Ik heb wel mijn gezicht een beetje skincare en dat soort dingen gedaan. Maar ja. Ik ga dus zo meteen mijn make-up pas doen voordat hij hier is. Maar ik ga beginnen met kwarktaart. Inmiddels ben ik wel al aangekleed. Ik heb deze jumper dress aan. Volgens mij komt deze bij CNA vandaan, dacht ik. Weet ik niet zeker. Ik heb een legging aan, die komt gewoon bij de Action vandaan. Is een legging met een rits aan de onderkant. En ik heb mijn fila's aangedaan in plaats van mijn laarzen. Want dat vond ik even weer anders zitten. Ik heb de afgelopen week alleen maar laarzen aangehad. Dus even wat anders. Ik ga de kwarktijd maken, daarna ga ik boodschap halen met mijn pa. Waaronder ik dus ook naar de blokker ga, want daar komen de rode slingers vandaan. Ik ga namelijk dit jaar voor een rood met groene boom. Dus die slingers moet ik ook halen. Verder nog wat? Nee, op zich niet, denk ik. Ik ga mijn dingen doen, in ieder geval. Ik ga naar beneden. Ik ga de kwarktaart maken, want dat moet nu gebeuren. Goed, ik heb mijn jasje aan. Kwarktaartjes zijn inmiddels in de koelkast. Dus dat is mooi. We gaan even boodschapjes halen. Boodschapjes. Dit nog een paprikaatje. Ik heb geen 2 paprika's hier. Toch, schat? Paprika. Wat nog meer? Ik heb nog komkommetjes, mini-komkommetjes. Ja, dat eten ik kan man altijd wel klein snijden voor de kaartjes. En even naar het broodschap om broodjes te halen. Broodjes. Zoveel keuze. Ik zag papa daar staan. Ik heb wat meer, dus ik ga hem wel. 4, nee, dat doe ik niet aan. Hallo. Ik was er voorbij. Die was dat drinken, die hadden we toen getest meegenomen. Ja, die was lekker. Vond je moeder echt niet lekker? Nee, maar dat moet je ook niet doen, China's vaak. Nee, dat is echt. Maar wat met pakken? Moeten we daar nog vaak? Nee, daar hebben we volgens mij nog wel zat van hoor. Want ik zit, ja, want ik zit ook aan de limonadesiroop. Ja,
Ja, dat is goed. Goed, lieve mensen, het is zover de laatste dag van de weekvlog. Het is zondag. Ik heb gisteren niks meer gevlogd. Ik heb alles nog een beetje extra kerstversierd. Dat ga ik allemaal in de komende vlogs laten zien van Vlogmas. Maar ja, het is zover de laatste dag vandaag. Ik heb vandaag niet veel op de planning. Ik ben vanmorgen al een uurtje of 9 wakker geworden. Ik heb gisteren mijn kerstboom nog een beetje afversierd. En ik ga de pieker opzetten. Ik heb zojuist een rode piek gevonden. Dus die ga ik er nu opzetten samen met jullie. Verder heb ik niet zo heel veel meer te melden. Ik heb Thomas natuurlijk gisteren hier geweest. Was super gezellig. We hebben lekker films gekeken. En Tom komt zo meteen terug hierheen. Want ik heb dus speciaal kwarktaart gemaakt voor hem. Maar we hadden er allemaal geen trek meer in gisteren. Dus hij komt nu nog een puntje kwarktaart eten. En daarna gaan we nog even een filmpje kijken. Want ik heb namelijk we hebben The Conjuring gekeken. 1 en 2. En 3 is nu dus in de bios. Dus ja, ergens vind ik het toch wel een beetje leuk horror kijken. Maar niet alleen. Dus Tom die komt zo meteen horror kijken. De laatste, tenminste de derde film die ik heb gekocht. Maar ik ga mijn piekje erop zetten. En dan is buiten alle ballen en alle dingetjes in de boom, is die grotendeels wel ready. Voilà. Hij staat. Yay. Het piekje op de boom. Een boom is nooit af zonder een piek, hè, jongens. En ik heb een nieuwe 2 meter oplaadkabel. Want mijn oplaadkabel is stuk. Ik heb er nu 2 die stuk zijn. En ik heb lekker een plekje gezetteld. Zodat we zo meteen de derde film kunnen gaan bewonderen. Ik krijg het niet open met één hand. Ik ga een schaar pakken. Verder heb ik nog een paar monsterblikjes die we kunnen drinken. Ik heb nog chippy, paprika of popcorn. Dus komt goed, komt goed, komt goed. Ik ga heel even de verpakking openknippen. Toch wel even uitkijken dat ik niet in die kabel knip. Het wordt toch vervelend dan. Trouwens, met mijn armen gaat het redelijk. Ik heb gisteravond pregabaline ingenomen. Tramadol, slaaptabletten, paracetamol. Noem het maar op of ik heb het ingenomen. Dus ja, op zich pijn voel ik nu niet zo heel veel. Maar goed, dat is ook niet gelijk het ding dat ik alles moet gaan bewegen. Dat mag dan ook weer niet. Maar ik heb redelijk goed geslapen eigenlijk. Ik heb echt goed geslapen, niet vaak wakker geweest. Dus ik ben blij met mijn nachtrust die ik heb gehad vannacht, gelukkig. Dus trouwens, gisteren was het super gezellig. We hebben 2 horrorfilms gekeken en we hebben Frozen gekeken. Ja, ik kon gewoon niet meer zeggen dan dat het gewoon super gezellig was. Dus ja, vandaag ronde 2. Nog een horrorfilm. Nee, ik heb er zin in. Ik ben heel benieuwd hoe die derde film is. Ik was toch een beetje nieuwsgierig. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga mijn telefoon even aan de lader leggen, kijken of die het doet. En nu blijf ik gewoon vrolijk doorvloggen, want ja, waarschijnlijk ga ik vanmiddag toch niks filmen als Tom hier is. Dus ja, ik ben blij. Blij, blij, blij. Hier eruit. Hierin. En hij laat op. Ja hoor, jippie. Toppie. Dus ja, ik ben helemaal blij, helemaal happy. Komt helemaal goed. Ik ben dik tevreden. Ik ga even naar beneden nog wat eten. Even aardappels schillen voor het avondeten vanavond. Wacht tot Tom er is. Dan gaan we lekker film kijken. En de rest zien we vanzelf. Ik ga mijn schoenen even uitdoen. Want want die hoef ik niet per se aan te houden.